Na de mislukte poging om diesel te tanken, komen we direct bij de grens met België. Behalve een grensbord langs de weg is er geen enkele aanduiding dat we België binnenvaren. Nou, gefeliciteerd. Gewoon verder dus over de Zuid-Willemsvaart. We hebben er een flink stuk voor moeten reizen. Vanuit Sloten, dwars door de polder, over de eindeloze randmeren. Het vaak rommelige IJmeer op. Hier vaart het tenminste weer rustig onder hoofd in het IJmeer. Tenminste eigenlijk alleen een eilandje naar het oosten toe. Dus het ging ze net wel even tekeer, maar alles oké. Okay. Langs het markante Muiderslot van graaf Floris V, verder over de Utrechtse Vecht. Voor het eerst onder Hoogkaterijnen in Utrecht door. En zo verder naar het zuiden. Naar het echte startpunt van onze rondreis door België. Den Bosch. Vanuit Den Bosch varen we zo'n 70 kilometer over de Zuid-Willemsvaart. We komen via Veghel en Helmond in Weert, waar we de grens passeren. Via kanaal Bocholt-Herentals varen we naar onze eerste Belgische aanlegplaats in het Zilvermeer. Maar liefst 19 sluizen komen we tegen op dit traject. Maar voordat we vertrekken, bekijken we eerst nog even Den Bosch. Oh, dat is wel een beetje jammer, hè, zo'n cruciaal onderdeel. Ja, daar ligt hij. Daar ergens voor die zeilboot. Plons, zei die. Het verlies van een onmisbaar onderdeel van het statief weerhoudt ons er niet van de stad te verkennen. Want gelukkig hebben we er nog eentje bij ons. Den Bosch bestaat al minstens sinds de 12e eeuw. Net iets langer als de Moria. Kijk, dat schijnt een van de oudste bakstenenhuizen van Nederland te zijn. In de 13e eeuw gebouwd als woonhuis en was tot 2020 in gebruik bij de plaatselijke VVV. Maar het imposantste gebouw is ongetwijfeld de Sint-Janskathedraal, die deze dagen een bijzondere attractie heeft. Je moet er 300 traptreden voor op en je moet niet al te veel last hebben van hoogtevrees, maar dan krijg je ook wat. Dan loop je over het dak van de Sint-Jan en je krijgt een prachtig uitzicht over de stad. De klim is helemaal uitverkocht, dus dat scheelt weer. Maar voor de binnenkant heb je geen reservering nodig. Een kaarsje voor iedereen die ons lief is en voor een goed vervolg van onze vaartocht. Maar voordat we verder gaan, moeten we eerst nog even wat eten scoren. We hebben hier de ayam curry, de ayam saté, de ayam smoor. Dat is gesmoord kippenvlees, licht zoet. En de ayam pedis is een beetje pittig. Ik wil graag de ayam smoor. Twee keer? Ja, alsjeblieft. Dan zijn we er zo. Ja. Fantastisch. Kijk, als nou, heerlijk. Dankjewel. Bedankt, tot ziens. Kom maar hier. Kom maar hier. Toko uit Den Bosch. Daar is de Zuid-Willemsvaart. Vanwege een stremming moeten we een stukje omvaren via de Maas en het Maxima-kanaal. Die heeft maar even het strand opgevaren. De ingang van Maxima-kanaal. Nou, dat begint onze echte nieuwe trip, hè? Nou, met de boot naar België. Ja, terra incognita. En wat is het doel van vandaag? Ja, ergens overnacht op de Zuid-Willemsvaart. Die zullen niet in één keer door kunnen. Nee, want hoeveel kilometer is dat? Weet je dat uit je hoofd? Kilometer of 80. Nee, dat gaan we niet redden vandaag. Nee. We hebben eten mee, genoeg water mee. Drie keer met de kar heen en weer. Dus dat gaat helemaal goed komen. Leuk man.
Hoeveel sluizen hebben we nou inmiddels gehad? Zes. Zes. We zitten nog maar 20 kilometer van Den Bosch af. En nog steeds achter dezelfde boot aan. Ja, even een mooie naam, hè? Was het ook alweer? De tijd zal het leren. We liggen vast in Aarle-Rikstol. Vast? Vast, klinkt aan de wal. Als... Nou, klinkt als afgemeerd. Het was wel een vermoeiend tripje. De hele tijd achter een vrachtboot aan. Gevaren. Die ging niet zo snel. Maar ik denk als alleenvarend tourbootje dat je echt niet sneller bent. Want nu gingen alle sluizen en bruggen direct open, dus dat schoot wel op. Maar daar moest je wel even voor interveneren, hè? Ja, bij sluis Hintham zaten we 500 meter achter die vrachtboot. En die voerde sluis in en toen gingen meteen de deuren dicht. Dus ik heb de sluiswachter maar even aangeroepen en die ging toen toch de deuren nog even voor ons open doen. Dus dat was wel fijn. Wij denken dat we nu wel zo'n beetje België kunnen binnenvaren. Maar dat blijkt beslist niet het geval. Over de laatste 44 kilometer naar de grens, met 7 sluizen, doen we nog eens meer dan een hele dag. Dat stelt niet veel voor, hè? Nee, absoluut niet. Had ik ook wel over gelezen. Slecht onderhouden, heel weinig diepgang. En waarom heb je eigenlijk een theedoek om? Omdat het een beetje tropisch warm is. En die theedoek is lekker nat. Dus zo hou het hoofd koel. Voordeel van deze route is wel dat we de poort van Limburg kunnen aandoen, want daar zijn we nog nooit geweest. Weert is niet alleen de poort van Limburg, maar ook van Hornestad. Dit is dus de poort van de Graaf van Hoorn kasteel. Want hier was heel lang een houtbedrijf ingezeten. Maar in ieder geval, toen hebben ze dus het hele park helemaal opnieuw opgeknapt. En dat is het nu. Een opknapbeurt als eerbetoon aan graaf Philips van Hoorn, die ellendig aan zijn einde kwam op de Grote Markt van Brussel. Het begin van de 80-jarige oorlog met Spanje. Ook met zijn kasteel liep het slecht af. Van de ooit robuuste burcht zijn behalve de toegangspoort alleen een paar hoektorens nog over. Nee, nog niet. Ik denk dat we eerst even naar binnen moeten, want er zit een ketting op de tank. Nou, dat wordt tanken met de jerrycans, denk ik, hè? Nou, er zit nog genoeg in. Ik denk dat we bij het Zilvermeer wel kunnen tanken. Ja, dan hebben ze een dieselpomp bij het Zilvermeer. Dus komt helemaal goed. Vlak na het tankstation bereiken we de grens. Kijk, verderop zie je de bordjes op de weg. Dat is de grens. Langs het water niet zo te zien, maar... Natuurlijk krijgen we niet zo'n ontvangst als Willem-Alexander en Maxima, die ook net België bezoeken. Maar een beetje grensgevoel zou leuk zijn geweest. We komen nu achter dat we geen internet hebben. Dat komt omdat ik roaming heb uitgezet om... Het dataverbruik een beetje te beheersen. Is dat vervelend? Nou, waterkaarten die werkt ook zonder internetverbinding. Alleen dan is hij net even iets minder nauwkeurig met positiebepaling. En als er actuele vaarwegberichten worden toegevoegd, dan zie ik die ook niet. Maar ik heb vanochtend gekeken en er was niks bijzonders aan de hand. Die brug moet ook open, denk ik. Hè? Ja. Sluis Lozen, goedemorgen, motorboot Canicula. We willen graag een doorvaart richting Bochels. Blijf leren stil. Goedemorgen, Pietroes hier, motorboot Canicula. We willen graag door de sluis bij Lozen.
Jazeker, die heb ik vroegtijdig aangevraagd. U komt er zo aan, begrijp ik. Ja, oké, dank u wel. Nou, hij zei vrij heftig, deze sluis, maar... Nou ja, het viel vooral mee omdat we netjes achterin liggen. Dit noemen ze Passantenhaven. Passantenhaven Sint-Huibrechts-Liel. Met een scherpe bocht sluit ze de Zuid-Willemsvaart aan op het kanaal Bocholt-Herentals. Door de Belgische kempen, langs bossen, industriegebied. Plaatsen als Bocholt, Pelt, Lommel en langs talloze meren ontstaan door zandwinning. Met af en toe een passantenplaats of een jachthaven langs het water. ...60 kilometer lang, waarbij we dankzij 10 sluizen een hoogteverschil van 33 meter overbruggen. Bij dit kanaal begon in september 1944 ook de grondoperatie van Market Garden, het geallieerde offensief om Nederland te bevrijden, waarbij Market stond voor de luchtlanding en Garden voor de opmars vanuit België. De enige getuigen van de oorlog zijn nog de bunkers langs het water en de Baileybruggen over het kanaal. Halverwege het kanaal ligt om de hoek het Zilvermeer, een van de twee watersportmeren van België en onze eerste echte buitenlandse aanlegplaats. Het is echt bloody hot. Vandaar dat wij dachten van het is een mooie plek om even te blijven liggen, want je kunt hier ook zwemmen. Het is heel erg helder water. Een soort zandwindplas is het. Het heet het Zilvermeer omdat er hier een speciaal mineraal gedolven wordt, hè, wat in heel veel apparaten kan worden gebruikt. Ja. Nou, prachtig plekje, echt heel mooi. Er waren vanmiddag allemaal mensen met van die miniatuur zeilbootjes aan het racen. Dat is echt heel leuk om te zien. En morgen gaan we verder. En wat op deze reis niet mag ontbreken is natuurlijk de Belgische driekleur. Zo, die staat. Maar je had toch zo'n hekel aan gewapper voor je neus? Ja, klopt helemaal. Daarom is er ook nooit een vlaggetje. Maar als gast moet je denk ik een beetje aan de etiket houden. Morgen krijg je een makkelijk dagje. Alleen maar sluizen van 2,5 meter. En de dag daarna een sluis van 7,5 meter om te beginnen. En dan nog het Albertkanaal. En hoe lang is dat Albertkanaal? Ongeveer 10 kilometer, dus dat is een uurtje. Hey, en is dat een beetje te vergelijken met het Amsterdam-Rijnkanaal? Ja, ik denk het wel. Daar heb ik de grootste associatie mee. Dus ik zet de AIS dan weer even aan, over kost dat data. En dan kunnen we even een beetje inschatten wanneer gaan we het kanaal op. We nemen afscheid van het Zilvermeer en gaan verder België in. Over de Neten, de Ruppel en de Schelde. Getijdenwater waarin je gemakkelijk vast kan komen te zitten. Langs Dendermonde naar de Dender. Er ligt zelfs een dooie rat. Die film kun je binnenkort bekijken. Geef de video een like, abonneer je op ons kanaal. Ook als je de filmpjes op tv bekijkt. Dat vinden we fijn. En wil je ons steunen? Dat kan via de knop Bedankt, waarmee wij onze videoapparatuur up-to-date kunnen houden. Dank daarvoor. We stellen het bijzonder op prijs. En jullie allemaal bedankt voor het kijken.